Hartelijk welkom bij weer een video over dit keer de 3D scanner van 3D Maker Pro, de mol. Vorige keer heb ik u laten zien hoe ik deze mol uitpakte en wat er dan allemaal bij zat. Vandaag een wat langere video. Ik wil u laten zien hoe een tablescan werkt. En een tablescan wil zeggen dat je een object op die draaitafel plaatst en dat gaat scannen. En dat doe je eigenlijk meerdere keren. Waarna je aan het eind, en dat zult u aan het eind ook zien, de software gebruikt om deze drie scans samen te voegen om daar één object van te maken. De video is niet 100%, heeft alles te maken met het feit dat de specificaties waar de laptop aan zou moeten voldoen om te kunnen werken met JM Studio, en dat is het software waarmee de scanner werkt. Die specs zijn veel zwaarder dan dat mijn laptop heeft, maar mijn laptop trekt dat vooralsnog wel, zij het in dit geval nog bij kleine objecten. Ik weet niet hoe het gaat zijn als ik werkelijk een gezicht van iemand ga scannen. Dat weet ik niet hoe dat gaat zijn. Dat moeten we zien. Maar dat is waarom u af en toe wat stilstaand beeld ziet in het scanproces bijvoorbeeld. Hij scant dan wel, alleen het beeld kan het niet bijbenen. Dat heeft alles te maken met mijn computer. Eindresultaat mag er wel degelijk wel zijn. Ik heb het niet geprint in dit geval, maar ik heb van de eerste twee objecten die ik gescand heb, eigenlijk drie objecten die ik gescand heb, heb ik er twee geprint en dat werkt werkelijk subliem, zonder enig probleem. Ik ga u in dat proces voeren van hoe ga je nu aan het werk als je een tablescan wilt maken met die Mol 3D van 3D Maker Pro scanner. Tevens in de video weer eventjes attent maken op het bedrijf wat mij hierin geholpen heeft, dat is 3ducation.be, de website van hen. Leverancier van 3D printers, vele soorten filament, maar ook het lesgeven en trainingen geven op scholen en het begeleiden van leerkrachten die met 3D printers en CNC machines aan het werk zijn. Dat vind ik een zeer lovenswaardig en zeer mooi beleid. Ik hoop dan ook dat deze firma een goede toekomst tegemoet gaat. Patrick, succes! 3ducation.be, het bedrijf voor al uw 3D filamenten en 3D printers en natuurlijk ook voor deze scanner. Veel plezier alvast. Zo, hier ziet u de setup. Hoe dat op de tafel eruit ziet. Hier hebben we de scanner. Zijn statief. Stekker die hierin gaat. Aan de andere kant splitst deze stekker zich in twee delen. Een aansluiting naar het stroomsnoer. En een USB-aansluiting voor op de computer. Hierzo hebben we staan het draaielement met daar ons op te scannen object daarop. Ik ga de stekker in een powerbankje doen, zodat we een ook draaiend gebeuren hebben. We gaan uiteindelijk drie scans uitvoeren. De ene licht van boven komend, en dat zien we hier. Op dit moment zien we dat de scanner licht van boven komt. De tweede ga ik hem ongeveer op gelijke hoogte zetten met het object wat we scannen. En de derde probeer ik de draaitafel iets hoger te plaatsen, zodat we een heel klein beetje vanaf de onderkant kunnen scannen. Later in de software zullen we zien dat we die drie scans dan vervolgens kunnen gaan samenvoegen tot één object. We hebben net al wel de stroomkabel, hebben we het even over gehad, naar de scanner zelf. De draaitafel heeft natuurlijk ook een stroomkabeltje en dat heb ik op een powerbankje aangesloten. Dat is een heel simpel stroomkabeltje. En we gaan daar zometeen zien dat we om te initialiseren eerst even het draaitafeltje zelf moeten scannen en daarna pas weer het object kunnen plaatsen. Zo, om een scan uit te voeren starten we om te beginnen de software op. Dat is het programma JM Studio. Als dat programma opgestart wordt, dan verschijnt dat met het volgende scherm. En hij gaat ons dan vragen of we in de edit mode willen werken of start scanning. We doen start scanning. En dan zegt hij, de scanner has failed to connect. En dat klopt, want ik heb de stekker er nog niet in zitten. Dus ik ga de stekker in het stopcontact doen. Hij zegt not connected. Maar als het goed is, moet dat nu wel het geval zijn. We gaan de optie table scan gebruiken. Dat is degene die hierboven zit. En hij zegt dan wel preview, maar dat is eigenlijk nog niet wat er echt gebeurt. Dus ik ga op preview klikken.
En dan gaan we zien hier rechtsboven wat we eigenlijk met de camera zien. Dus we gaan dat even zorgen dat dat op een goede manier het object gaat tonen wat we willen lezen. Of willen scannen, sorry. Kom ik aan laseren. Dat zetten we keurig in het midden. Zo. We staan echter, en dat kunnen we aan de linkerkant op het scherm zien, hier zo, we staan te ver weg van het object. Dus we moeten dichterbij. Dus ik ga de scanner dichterbij halen. En ik ga het beeld wat naar beneden doen. Zo. Nu zien we ook dat dit aan de linkerkant in het blauwe bereik is. En ik kan de belichting hier aanpassen, brightness. Als ik die plus of min, dan gaan we nu rode vlakken zien. Dit is dus te dichtbij, te licht zeg maar. Dus we gaan één stapje terug. En dan is dit eigenlijk voldoende. In feite kunnen we nu stop zetten. En dan kunnen we gaan beginnen met het scanproces over een ogenblikje. Zo. De tweede stap is initialiseren. Hierboven staat please adjust the scanner angle, oftewel de hoek waaronder de scanner staat. En haal het object van de draaitafel af. Dat gaan we doen. En dan druk op initieel om de draaitafel te herkennen. Dat gaan we nu doen. En we zien in beeld dat hij de draaitafel ziet. In feite is die al rood, dus we kunnen al stop zeggen. En dat ga ik dan ook doen. Stop. Oh. Nee, hij staat stil. Ja, precies. Nu plaatsen we het object terug precies in het midden. Zo. En nu kunnen we beginnen met de scanning. Dat gaat vrij automatisch. Let maar eens op. Ik doe dus eigenlijk niks. En we zien het object gescand worden. Het feit dat het beeld af en toe stilstaat heeft te maken met het feit dat mijn PC niet helemaal voldoet aan de specificaties die de software vereist. Zij vereisen een i5 of i7 achtste generatie processor. Zij vereisen 16 GB RAM geheugen, 2 GB videogeheugen. En dat zijn dan de specificaties waar die op zou moeten draaien. Nou, dit is een i3. Met 8 GB RAM geheugen en ook niet met 2 GB video geheugen. Vandaar dat het wat trager is, maar het werkt. En we zien dat hij wat verspringt. En zometeen na 320 foto's, want dat is wat hij doet, hij maakt foto's. Zullen we zien dat hij klaar is met dat proces. Althans de eerste scan, want we gaan dus 3 scans maken. En vervolgens zien we dit scherm verschijnen, rebuilding, of opnieuw bouwen. Dat laten we hem rustig doen. En dan gaan wij, daar kunnen we alvast mee beginnen, de scanner lager plaatsen, zodat hij vanaf een andere positie gaat scannen. Oké, dan gaan we datzelfde proces weer opnieuw in. We drukken nu op append. We klikken dan op 1, want we willen weer eerst zien of die goed is uitgericht. En we zien dan dat die er te ver vanaf is, dus we moeten dichterbij. En dat is een stuk beter. Enige is dat we nu dat blok aan de onderkant er nog niet op hebben, dus we maken het eventjes wat netter. Zo. En nu gaan we dezelfde stappen weer opnieuw herhalen. Oké, we drukken dus op append om de volgende scan te starten. We gaan kijken naar de preview.
als die die ons gaat geven. Dus we klikken op preview. Nou, we zien dat die preview verder in orde is. Dit is nog niet zo fraai, maar dat geeft nog niks. Dan stoppen we de preview. We halen het object van het bord af. En we drukken op initialiseren. Als het goed is, krijgen we nu de draaitafel te zien. Die hoeven we maar een paar seconden te zien. En dan drukken we weer op de rode button. Nu plaatsen we ons object terug in het midden van dat draaitafeltje en we klikken op scan. En dan gaat hij zijn tweede scan maken. Rechts onderin zien we staan table scan 1, dat wil zeggen dat is de eerste scan die hij gemaakt heeft. En hij is nu bezig met scan nummer 2. En inmiddels heeft hij de 320 foto's gemaakt die hij nodig heeft en we zien dat hij opnieuw aan het herbouwen is. We zien dat het scherm af en toe raar doet, maar dat is dus de specs van mijn laptop ten opzichte van datgene wat we hier aan het maken zijn. En de tweede scan is nu voltooid. We kunnen het rechts zien, alleen de gele is aan, of het is het goudkleur. Maar ik kan ook de blauwe aanzetten. Je ziet dat er geen bal van klopt nog, maar dat gaan we straks oplossen als we ze gaan samenvoegen. Oké, ik ga nu de draaitafel wat hoger plaatsen. En dan de derde scan. Inmiddels hebben we het object gepositioneerd zoals je misschien kunt zien. We zetten de positionering stop. We gaan initialiseren. Daarvoor halen we het object van de plaat af. Initial. En we zien hier de draaischijf. En dat klik ik nu aan als zijnde oké, dan weet je nu dat dit de draaischijf is. Nu plaatsen we het object weer terug. En starten de laatste scan. Het lijkt alsof hij niks scant. Misschien toch te donker. Dan kunnen we deze straks weggooien. Dan doen we het gewoon nog een keer, maar met iets meer helderheid. Want dat kan. Oké. Dus wat gaan we doen? We gaan een volgende scan maken. Nee, we gaan nog niet alignen. We gaan opnieuw append doen. We doen wederom het object. Het gekke is dat hij wel wat ziet, hè? Maak hem iets helderder. Misschien dat dat beter werkt. Klik dit weg. Doe weer initieel. Dus zonder het object op de draaiplaat. En ik klik dat weer weg. Alleen even de vraag of we nu
wel een afbeelding gaan krijgen. Dat gaan we proberen. Nee, hij heeft daar moeite mee. Ik denk toch dat we de scan simpelweg vanuit een andere hoek gaan doen zometeen. Want dit gaat niet helemaal goed. Ik ga de brightness weer verlagen. En we zien dat we veel te hoog staan. Dat is behoorlijk goed. En doe hetzelfde. We gaan weer initiëren. Door het poppetje eraf te halen. Eigenlijk nog iets omlaag moeten. Oké, nu gaat het poppetje weer terug worden geplaatst. En we zeggen, scan maar. Oké, daar gaat hij weer. En daarmee zit het scannen er zelf op. Goed, we hebben hier nu al die objecten staan. Ik kan nu... rechts onderin, de twee mislukte scans, die kan ik verwijderen door erop te gaan staan, rechtsklikken, delete. Dat zijn de drie kleintjes. Zo. En nu klik ik alle drie de scans aan, die wil ik alle drie zichtbaar hebben. En ik ga hier klikken op align. En wat hij nu gaat doen, is proberen deze drie afbeeldingen in één afbeelding te verwerken. Dat is wat we zien gebeuren nu. Dat is de eerste stap van het vervolgprojectproces. En daar is hij nu klaar mee. Het lijkt nog erg ruw, dat klopt. Maar nu gaan we rechtsbovenin hier kijken bij Fusion. Remove Noises, die klikken we ook aan. Repair. En we gaan het versimpelen tot onder de 300.000. Waarom? Als je dit nog wilt bewerken, bijvoorbeeld met Tinkercad, dan is het maximum aantal triangles, want zo bestaat, daar bestaat een 3D-print uit, dat triangles, is maximaal 300.000. Vandaar dat ik hem onder de 300.000 breng. De onderste texture mapping, die klik ik niet aan. En nu klik ik op Proces. Ik moet hem een naam geven. Ik noem hem even de violist. En hier gaat hij eerst het project 7. Nu vraagt hij om welke data wil ik processen. Nou, dat zijn die drie table scans die we hebben. En ik zeg apply. En nu is hij bezig met dat te processen. Ik doe eventjes dit. We zullen zien hoe lang. En nu zien we dat hij begint te lopen. En dan begint hij met de fusion, oftewel het samenvoegen. We zien ook nog steeds die rode plaat eronder. Maar we zullen zo meteen zien, die gaat verdwijnen. In één keer gaat dat dan heel snel. Hè? Je ziet dat hij heel lang op 2% staat en dan in één keer is die halverwege. En de laatste twee processen zijn ook relatief snel, zullen we zo meteen zien. Dat is het verwijderen van noises, dat is eigenlijk alles wat er zo'n beetje omheen rondzwerft. En als je het goed zag, zagen we dat net onder dat kistje verdwijnen. En nu wordt hij vereenvoudigd, zodat hij niet zo heel veel driehoekjes heeft.
Dit was best een lastig object en ook een beetje in een lastige omgeving. Het ging er meer om dat u het proces te zien zou krijgen van hoe zo'n scan plaatsvindt. Vervolgens zeggen we apply. Hij wordt opgeslagen, we kunnen hem een naam geven, ik noem hem weer even violist. Daarmee wordt hij als project opgeslagen, dus nog niet als 3D printable object. Maar we gaan hem eerst even draaien. Het is vrij lastig vind ik dat draaien, maar dat het is niet anders. Maar hier hebben we ons laafje en dat ziet er behoorlijk uit, behoorlijk scan. Als we dit nu willen opslaan als STL bestand, dan gaan we naar File, Export. Hij staat dan standaard op OBJ. Nou, ik verander hem even naar STL. Ik zet hem ook op mijn desktop. Ik noem hem de violist. En dit, lieve mensen, is het hele proces van het scannen en het opslaan en vanaf hier gaan we 3D printen. Dat ga ik nu niet doen, maar dat kent u allemaal wel als u een 3D printer heeft, hoe dit in zijn werk gaat. Ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video en ik hoop dat u het leuk vond. Tot de volgende keer.